Goedemiddag allemaal. Diabetes Plus mag weer live. Hartstikke fijn. Het is donderdagmiddag 16 december. En we hebben weer een Insta live lunch. Hartstikke fijn als jullie lekker bij ons aan gaan schuiven. Want we hebben een ontzettend leuk onderwerp dit keer. Een hele toffe spreker ook. Dus ik hoop dat Frank zo in de uitzending komt. Maar Frank Snoek, hoogleraar medische psychologie in het Amsterdam UMC. Ik zie het al, hij heeft al namens diabetes mentaal, want dat is de afdeling waarvoor hij altijd een verzoek ingediend om mee te doen. Want we gaan het hebben, lieve mensen, over de MyDiaMate-app. Want er is een hele vernieuwing ingekomen, wat zeker pluspunten heeft. Goedemiddag Frank, hoi, welkom. Goedemiddag. Hi. Goedemiddag. Yes, hey, ik bracht net al de introductie, want de MyDiaMate-app is door jullie opgezet, hè? Diabetes mentaal. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een gevolg van jarenlang hulp verlenen, zorg verlenen, begeleiden van mensen met diabetes type 1. Die hele invoelbare problemen hebben, ervaringen hebben, waar een psycholoog heel vaak bij kan helpen. En ja, naarmate ik dat werk langer deed, bekroop mij en ook mijn collega's het gevoel, veel van wat we hier in de spreekkamer bespreken zou eigenlijk ook buiten die spreekkamer een plek moeten krijgen. Waarom proberen we die stap niet te maken? Dus we zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, uit onze comfortzone gestapt en geprobeerd, ja, zou je kunnen zeggen, een soort expertsysteem te ontwikkelen waarbij mensen zelf aan de slag kunnen met die kwesties waarvan we allemaal weten dat die horen bij het leven met de diagnose diabetes type 1 en die helpend zijn. Dus dat is het idee van een zelfhulp-app. Hartstikke goed. Hey, wanneer? Want we hebben elkaar al een tijd geleden ook over de MyDiaMate-app gesproken. Jij was een van onze eerste gasten in de Diabetes Plus Live-uitzendingen. Want hoeveel maanden loopt die nu, Frank? Nou, natuurlijk de ontwikkeling heeft natuurlijk wat langer geduurd. En daar hebben we denk ik vorige keer ook over gesproken. We hebben dat ook in een heel nadrukkelijk samen gedaan met een panel van patiënten. Een panel van mensen met diabetes type 1 die ons ook verteld hebben wat ze belangrijk vinden. Wat ze er graag in wilden hebben, et cetera. Toen hebben we gebouwd en gepilot. En vanaf maart 21, dus maart dit jaar, is die zeg maar gratis beschikbaar. Yes. Hey, en hij is gratis beschikbaar. Je hoeft niet bij jullie, bij diabetes mentaal of ergens onder behandeling te zijn om die te mogen volgen, hè? Nee, precies. Nee, dat is heel erg belangrijk. Dit is juist voor iedereen. En het is ook niet bedoeld ter vervanging van psychologische behandeling. Het is juist bedoeld eigenlijk veel meer om te voorkomen dat je in de situatie komt dat je het nodig hebt. Als je het nodig hebt, moet je er vooral gebruik van maken. Hè? Er is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar wat we weten is dat het aanreiken van tips, van tricks, inzichten, ook, laat me zeggen, je emotionele spieren, zeg ik altijd maar, oefenen, net zoals je dat je fysieke spieren doet. Ja, dat helpt om toch sterkere schouders te hebben. Dat betekent dat de dingen die op je afkomen, ja, daar kan je niks aan doen. En dat geldt natuurlijk ook voor iets als COVID. Het is er, we hebben ermee te dealen. Maar hoe je ermee omgaat, ja, dat is natuurlijk wel bepalend voor uiteindelijk hoe je je eronder gaat voelen. En dat geldt voor diabetes type 1 ook. Dus we draaien nu ruim 8 maanden. 9 maanden inmiddels. En het is door zo'n 800 mensen wordt het nu gebruikt. Dus dat is best mooi. En we proberen ook te leren van de ervaringen. Dus we kijken wat mensen ervan vinden, hoe ze mee omgaan. En we hebben dus vanaf 9 december de tweede release uitgebracht, waarbij we wat verbeteringen hebben toegepast. Yes, hartstikke tof. Daar gaan we het zo over hebben, want dat zijn echt hele toffe verbeteringen, vind ik. Maar je gaf net al aan, sterke schouders moet je ook hebben om te leven met type 1 diabetes. Wat zijn voor jou, kan je dat wat uitleggen hoe je dat bedoelt, die sterke schouders die wij moeten hebben als type 1'ers? Ja, nou ja, kijk, het begint er al mee. En dat is iets wat mij altijd verrast heeft in de spreekkamer. Dat als je met mensen spreekt, nadat ze bijvoorbeeld hebben aangegeven bij de dokter of de verpleegkundige, goh, ik zit er wel eigenlijk hartstikke doorheen. Ik voel me bedrukt of gespannen. Om
Of dan vast te stellen dat eigenlijk het inzicht te hebben dat dit een normaal gevoel is, dat dat al zo helpend is. En dus daar begint het al mee. Dat je, wat wij zeggen, normaliseert. Dat je zegt, ja, dat hoort erbij. Nou, dat is iets natuurlijk wat jullie natuurlijk ook heel erg herkennen. Als je met elkaar gaat praten over je ervaring. Hé, verrek, dat heb ik ook. En dat normaliseert. Dat maakt ook duidelijk dat je niet gek bent, dat je niet apart bent, maar dat het er blijkbaar bij hoort. Nou, de volgende fase is natuurlijk, kan je er dan ook iets mee? Ja, je kan natuurlijk kijken naar wat je gebruikelijk bent te doen als je in een stressvolle situatie zit. Wat helpt jou, wat helpt jou niet? Hier heeft iedereen een beetje zijn eigen manieren voor. Maar uit de psychologie weten we natuurlijk dat er bepaalde benaderingen zijn die je heel erg helpen. Nou, om een voorbeeld te geven, je kunt een aantal dingen in het leven kun je echt niet veranderen. Dus heeft het ook niet zoveel zin om daar heel lang op die manier naar te kijken. Dan ga je kijken, hoe kan ik er zo mee omgaan dat het in mijn leven past? Wat heb ik daarvoor nodig? En dat betekent vaak ook dat je naar je omgeving gaat kijken. Van, oh, maar misschien vraag ik gewoon wel veel te weinig hulp van anderen. Denk ik dat ik het allemaal alleen moet doen? Dat is een voorbeeld. Dus vandaar dat er ook in de app een module zit over omgaan met je omgeving. Omdat sommige mensen zijn daar hartstikke goed in. En anderen die zijn eigenlijk heel bescheiden. Of die denken, nou, dat is stom of zwak als ik hulp vraag. Een ander punt, hè, als je het hebt over die schouders en hoe je te weer kan stellen tegen dingen die er nu eenmaal zijn. Dat is natuurlijk zeker als je het hebt over al die uitslagen waar je mee geconfronteerd wordt. Altijd die resultaten waar je naar moet kijken, waar je vervolgens iets mee moet. Dat is iets dat zit er, zeker als je het op jonge leeftijd hebt gekregen, dat weten we, dat zit er gewoon ingebakken. Dat je kan niet naar die bloedsuikers kijken zonder er iets mee te voelen of te vinden, bij wijze van spreken. Zonder dat rapportcijfer te vinden. Ja, precies. Ja, dus daar gaat ook een deel over. Van, kan je jezelf helpen door anders naar die cijfers te kijken? Hè? Als iets wat belangrijk is om te weten, maar niet zozeer een voldoende of een onvoldoende over jou geeft als persoon. Ik bedoel, niet zozeer een oordeel. Precies. Oordeel geeft. Ja. Het is een gegeven dat, en dat is op zich natuurlijk ook heel, heel, heel fijn, dat je als persoon met diabetes er zelf aan kan werken en iets in handen hebt. Maar de keerzijde is natuurlijk dat je die verantwoordelijkheid draagt. En dat vertaalt zich ook nog wel eens in schuld en schuldgevoelens en zelfverwijt, boosheid. Nou, allemaal nogmaals hele normale gevoelens, heel invoelbaar. Maar het helpt niet echt als je dat op lange termijn steeds maar weer hebt. Dan denk je toch, er moet toch een andere manier zijn om enerzijds, laten we zeggen, effectief met mijn diabetes om te gaan. En tegelijkertijd daar niet constant emotioneel door belast te worden. Dat is vandaar dat daar ook een belangrijk onderdeel in de app zit. Om je daar nog eens aan te spiegelen. Voor sommigen zal het gesneden koek zijn. Ze zeggen, nou, zo doe ik het al. Nou, des te beter. Voor anderen misschien toch wat tips. Ik kan het ook anders benaderen. Nou, en we weten dat stress een grote rol speelt. Allemaal in ons leven. En ook dat is iets, daar moeten we niet naar kijken als iets dat er niet zou mogen zijn. Dat is iets waar je mee om kan gaan op verschillende manieren. Nou, met diabetes heb je natuurlijk de pech dat dan die bloedsuikers ook nog alle kanten op gaan. Of dat je onzeker bent over of het überhaupt wel wat doet. De ene keer wel, de andere keer niet. Dus ook daar besteden we aandacht aan. En weet je, het is zo belangrijk om, en dat is het uitgangspunt bij deze app. Het is een soort cursus of een training. Maar je kan er zelf dat uithalen wat jij op dat moment nodig hebt. Het is niet zo dat je iets voorgeschreven krijgt. Dus dat hebben het we in zijn de... geen verplichte modules, Frank. Is maar één verplichte module en dat is de start. En daar wordt iets gezegd over, nou, wat is het doel en een paar beginselen. En daarna kan je kijken naar hoe omgaan met hypo's en je zorgen daarover. En ook je symptomen, hoe zit het daarmee? Iets over wat ik al vertelde, over omgaan met je omgeving. Waaronder ook dokters en verpleegkundigen waar je regelmatig mee te maken hebt in het ziekenhuis. En we hebben een nieuwe module toegevoegd over emoties en eten. Weet je, als je diabetes type 1 hebt, is eten natuurlijk niet meer normaal. En sommigen, en misschien wel velen, lukt het om gewoon toch lekker te genieten van eten. En er niet te veel door
ja, als het ware beperkt te worden. Maar ja, we weten, dat geldt voor iedereen, dat als je, ja, als je heel slecht in je vel zit, dat je misschien geen hap door je keel krijgt. Of dat je juist ontzettend veel gaat eten. Nogmaals, dat treft heel veel mensen. En die hebben dan misschien zorgen over hun gewicht. Of ze denken, oh, wat stom, ik heb allerlei ongezonde dingen gegeten. Maar met diabetes type 1 komt er nog wel iets bij. En dat is, oh, oeps. Mijn bloedsuikers gaan nu alle kanten op, gaan omhoog. En opnieuw, hè, dan kom je al heel gauw in een negatieve, vicieuze cirkel terecht. Wat stom dat ik dat gedaan heb. En we weten dat dat soort gevoelens, dus je stom voelen, je vervelen, boos zijn, die zetten juist aan tot dat soort gedrag. Dus als je niet oppast, zit je in een soort loop waarvan je denkt, hoe kom ik hieruit? Nou, daar besteden we in de app dus ook aandacht aan, ook met tips. Weet je, het is ook belangrijk als je bij jezelf vaststelt van ja, oké, al die dingen die ik ervaar, is allemaal normaal, maar wacht even, ik struggle toch wel heel erg met dat eten. Ja, weet je, zoek hulp, die is er. We verwijzen ook naar bijvoorbeeld Proud to be Me. Dat is een community die heel actief is op dit gebied. Niet specifiek voor diabetes, maar ja, daar krijg je wel heel veel nuttige tips en informatie. En we weten dat nou, dit soort onderwerpen vaak in de spreekkamer achterwege blijven. En dat toch heel belangrijk zijn om ja, in die Om open juist gewoon te te bespreken. benoemen. Ja. Hey, je had het net over groot fan ben ik ervan. Ik doe ook door mijn achtergrond natuurlijk als medisch maatschappelijk werker. Het is echt heel erg belangrijk. Maar je gaf net iets moois aan, Frank. En het was het normaliseren, zeg maar, van de gevoelens die wij kunnen ervaren met type 1. We zijn niet gek als we die voelen. En je bent niet minder dan iemand anders als je daarmee struggelt, als het je even niet lukt. Daarmee zeg je ook iets over de mentale impact van type 1 op mensen en hun dagelijks leven. Hoe is die voor jouw inziens? Hoe is dat? Ja, nou kijk, ik denk eerlijk gezegd dat we ons in eerste plaats eigenlijk zouden moeten verwonderen of verbazen over de veerkracht van mensen. En ik zeg dat niet om hier iets aan af te doen, maar dat is eigenlijk iets wat zou je kunnen zeggen, je als psycholoog je realiseert, is dat mensen worden met zoveel ellende geconfronteerd. En de meeste mensen weten zich daar toch, ja, weten er toch mee om te gaan en weer op te richten, hè, die veerkracht. En dat geldt voor mensen met diabetes type 1 zeker ook. Dat je ziet dat, ja, dat je het met zoveel te dealen hebt, even bovenop het dagelijks leven, zeg maar. Dat je denkt, ja, hartstikke goed. 70, 80% van de mensen doet het, ook naar eigen ervaring, hè, doet het goed. Wat niet wil zeggen is dat ze niet bijvoorbeeld ook het gebruik van zo'n app heel fijn zouden vinden, omdat het je nog verder sterkt en nog steviger misschien in je schoenen zet. Maar er is de impact van de ziekte is net als even onderzoek naar, en wij zelf ook, toch bij 20, 30% van de mensen is er in ieder geval frequent en langdurig, ja, hebben ze last van somberheid of van hoge mate van stress die met de ziekte te maken heeft. En ja, daar kan je natuurlijk over praten met je zorgverlener, met je dokter of je verpleegkundige, maar die hebben vaak niet zoveel tools of handreikingen. Daar zijn ze ook niet zo voor opgeleid. En de weg naar de psycholoog is soms ook wel wat ver en misschien ook wel niet nodig. Dus in dat tussengebied, naar ons idee, ja, daar ontbreekt eigenlijk iets. En dat is wat waar MyDiaMate nou eigenlijk in past. Dat is, je zou kunnen zeggen, het is een zelfhulpboek. Waarbij je gewoon het hoofdstuk openslaat waar je denkt dat is voor mij interessant. Maar het is nog even iets meer dan dat, omdat nou, we zien ook patiëntvideo's erin. Er Ja, zitten natuurlijk. Ja. want jullie zijn geüpgrade, hè? En daar komen ook de patiëntvideo's in naar voren. Ja. Ja, dus we hebben mensen gevraagd: van, zou je. Nou, dat vonden we fantastisch. Mensen die bereid waren om voor de camera te vertellen over de onderwerpen waar ik net over heb. En die hebben we ingepast bij de verschillende modules, zodat je niet alleen leest, er zitten ook luisteroefeningen trouwens bij, maar ook ja, dat je gewoon iemand aan het woord ziet, hoort, die misschien wel op jou lijkt of waarvan je denkt, hé, dat is heel anders dan ik heb. Dat is ook interessant. Ja. Dus ja, dat verlevendigt in ieder Ja. geval. Het is een beetje vergelijkbaar, denk ik, met onze Academy, hè, van Diabetes Plus. De filmpjes. Zeker, ja. Je laat mensen vertellen over hun leven met type 1 en
Ook al denk je zelf niet, die had ik heel erg, Frank, maar misschien is dat ook al heel normaal, dat ik die andere filmpjes aan het kijken was en ook die van de My Diabetes. En dat ik echt dacht, oh ja, daar heb ik eigenlijk zelf nog helemaal niet over nagedacht. En toch maakt het iets in mij wakker van, hey Wiets, hoe doe jij dat dan? Die Ja. herkenning die je daarin voelt. Of ook weer even aanwakkeren, zo van, hey, verrek, Ja. wat komt er nu bij mij binnen? Wat voel ik hier nu bij? Ja. Terwijl Ja, anderen mooi. daarover hun Ja. woord zijn. Nou ja, dat is fijn om te horen, want dat is eigenlijk ook precies waarvoor het kan dienen. Jezelf spiegelen, denken, hey, verrek. En ook dat normaliseren. Oh ja, dat herken ik. Maar ook wel dat je verrast bent van, hey, denk, hey, oh, pakt iemand het zo aan? Of kijkt hij er zo naar? Dat is ook wel interessant. We weten dat ook van onze groepsbijeenkomsten. Dat heel vaak het eerste wat mensen zeggen is van ja, gewoon van die ander horen hoe die ermee omgaat, is vaak ook geruststellend. Oh, soms heeft die ander het erger dan jijzelf. Dat is ook heel geruststellend. Maar ook wel mensen die denken, oh, waarom pak jij dat zo aan? Nou, dat ga ik ook zo doen. Dus ik denk dat het heel erg kan helpen. Hopen we dat het heel erg helpt. Ja, er zit natuurlijk nog wel meer in het vat. Dus het met zelf aan de gang gaan met een app is altijd wel wat alleenig. Kan alleenig zijn. Kan ook lekker zijn dat je gewoon met niemand iets hoeft te maken te hebben. Maar dat is iets waar we samen in op gaan trekken, toch? Yes, super tof. Nog heel even, daar gaan we het zeker zo over hebben. Er zijn heel veel mensen heel nieuwsgierig naar Frank. Maar deze app, jullie app, staat niet in de App Store. Dus als mensen hem willen vinden, waar kunnen ze de MyDiaMate app vinden, Frank? Ja, nou even precies, heel goed. Dus even voor de helderheid. Het is niet een app die in de App Store staat. Wij bieden dit aan via een platform, Mind District. En Mind District, die app, die staat in de App Store en in de Play Store. Hoe je daar komt, dat is, je gaat naar www.mydiamate.nl. Dat is de website. En daar staat in 3, 4 stappen hoe je de app op je telefoon krijgt. Het is een web-based app, dus je kunt hem ook op je tablet of op je PC laten draaien, wat voor sommige mensen prettig is, misschien wat groter. Maar het is dus even een hinkstapsprong. Je gaat naar de website, daar lees je welke stap je moet maken. En dat betekent dat je dus een account aanmaakt bij Mind District. Dat gaat allemaal heel snel. En met de QR-code. En dan ben je binnen en dan heb je hem op je telefoon of op je computer staan. En dan kun je ermee aan de slag. Hartstikke goed. Waarom is voor deze route gekozen, Frank? Is dit daarin? Ja, wij werken al langer met Mind District. En dat heeft ermee te maken dat wij ontwikkelen zelf programma's, cursussen. En dit is een platform waarbinnen wij met de principes die wij gebruiken om dingen te maken. Die zijn natuurlijk, ja, die komen uit de behandelkamer, zou je kunnen zeggen. Uit de wetenschap. Wij heel goed dit kunnen gebruiken. Dus in die zin bouwen wij onze eigen interventies. En hoef ik me verder niet zorgen te maken over privacy, over allerlei andere dingen. Dat is voor Mind District en op de technische kant. En dat is dus ook een manier van werken, een web-based app die ons goed past. En ik snap dat het bij het woord app, dat je denkt, hé, dan moet ik naar de App Store. Maar dit is hier dus even een weetje dat je dat via een hinkstapsprong doet. Hartstikke goed. Hij komt zo, jongens, als je de website hebt gemist, er komt deze uitzending blijft natuurlijk op de Diabetes Plus Instagram pagina staan. Daar zullen we ook zeker de website nog even in noemen. Maar je maakte net al een mooi bruggetje, Frank, naar de samenwerking tussen Diabetes Plus en de MyDiaMate app. Want je gaf al aan, het is heel prettig als mensen samen kunnen komen en de eer en de herkenning van elkaar te krijgen. Aan jou de eer, Frank, mag ik die je geven om even te vertellen wat wij samen gaan doen? En ik val je bij, hoor, als er. Ja, nee, zeker. Nee, fijn dat we dat kunnen aankondigen. Ja, zoals ik al aangaf, het is een zelfhulp-app, dus dat is het principe. Je gaat ermee aan de slag zoals je dat zelf prettig vindt en hoe lang en hoe vaak. Maar wetend dat soms ook best lastig is om dingen vol te houden, om ermee aan de gang te blijven. En wetend ook waar we het net over hadden, dat je elkaar ja, enorm kan helpen. Dat geldt natuurlijk ook als het gaat over, ja, weet je wel, je voldoende wandelen en dat soort dingen. We weten dat dat in groepen gewoon vaak
beter gaat. Past niet iedereen, maar dus dat bracht ons op de gedachte van, nou, als we nou eens en met jullie samen gaan kijken naar online, zeg maar, groepssessies, die dus gekoppeld zijn aan MyDiamond, aan de thema's die daar centraal in staan. Dan kan je ervaringen met elkaar delen. Dan kan je elkaar ook tips en tricks geven. En vanuit, zou je kunnen zeggen, de begeleiding kan ook, ja, kan misschien ook wat aanwijzingen gegeven worden. Of, dus dat trekken we dan samen in op. Maar het is, wat dan zo mooi heet, peer support. Dus het gaat echt van peer-to-peer. Dus het echt wat bij jullie pas zo goed past en waar jullie ook zo mooi mee bezig zijn om elkaar te helpen. Dus daar voegen we eigenlijk dit aan toe. En dat, concreet worden het vier online sessies. Hè? En die starten we in februari. En daar kan je dan voor opgeven. En het is wel de bedoeling dat het inderdaad gebeurt in een, zeg maar, besloten omgeving. Ja. Dat je vertrouwde omgeving hebt. Niet iedereen zomaar daarin kan komen. En we hebben de maximaal aantal deelnemers op 20 gesteld. Het is een pilot. We gaan kijken, hè, of daar behoefte aan is. We denken het wel. We gaan er ook weer van leren vast. Van, nou, hoe dit werkt. Maar dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een soort extra steuntje in de rug om met MyDiamond aan de gang te gaan. Maar niet zozeer omdat het MyDiamond is, maar omdat we weten dat als je aan je eigen mentale gezondheid wil werken, dat het enorm helpt als je dat ook een beetje samen kan doen. Yes. Hey, ja. Dus niet alleen voor mensen die de MyDiamond app gebruiken, maar het zijn wel thema's die we met elkaar gaan bespreken. Je zei al heel mooi, in februari zal de eerste sessie zijn. Het is ook wel even praktisch, want daar houden mensen altijd van. Je moet je daar dus voor opgeven, lieve mensen. Want we doen aan maximaal 20 deelnemers. En het wordt natuurlijk in een veilige online sessie wordt gedaan. Loes en ik zullen de sessies leiden. Er is ook altijd iemand van jullie team bij, hè Frank? Vanuit de psychologie. Om ook te kijken, hey, wat gebeurt er nu? Maar misschien ook wat meer achtergrondinformatie te kunnen geven over de onderwerp. Ja, dus we hebben daar zeg maar een. Het is altijd fijn om een soort structuur te hebben voor zo'n bijeenkomst. Dus er zal ook input zijn vanuit jullie en, zou ik zeggen, de deskundige kant. En daarbij bouwen we heel erg op wat er in MyDiamond staat. Maar je hebt gelijk, ook als je hem nog niet gebruikt, kan je eraan deelnemen. En dat kan misschien ook een goede prikkel zijn om er wel mee aan de slag te gaan. En nogmaals. Dat onderwerp of die module die jou het meest interesseert. Want ik kan me voorstellen dat ook wel heel verschillend is. Dat zien we ook. Ja. Dus dat geldt ook voor die thema's. Yes. Jongens, we zijn super trots om dit aan te mogen kondigen. Maar we gaan vier online sessies samen met MyDiamond en Diabetes Plus organiseren. Onze kalender bij Diabetes Plus gaat hier na deze uitzending live. En daar staat meer informatie op. Ook welke thema's daar aan de orde komen. Want Frank, we willen het heel graag hebben over de thema's die ook in de MyDiamond app naar voren komen. Dat is stress en glucosewisselingen. Laat je niet gek maken. Dat is een belangrijke. Omgaan met je omgeving. Je noemde hem net al. Hoe ga je daarmee om? Maar hoe hou je jezelf ook stand? Zorgen, geen leuk onderwerp, maar toch zorgen over complicaties en hoe ga je daarmee om? En goed gestemd blijven met diabetes type 1. Kan dat? Is een vraagteken. En we zullen daar ook volop aandacht aan gaan besteden. Dus vier online sessies, jongens, in samenwerking met de MyDiamond app en het team van Frank en Diabetes Plus. Er komt zo op de kalender van Diabetes Plus komt er te staan wanneer die avonden allemaal zijn en hoe je je in moet schrijven. En een heel aantal mensen die de MyDiamond app al gebruiken, Frank, die krijgen vanuit jullie team ook een uitnodiging om hieraan deel te nemen. Hè? Ja, voor de duidelijkheid, degene die onze app gebruiken, die kunnen kiezen of ze aan ons onderzoek meedoen, dus het gebruikersonderzoek of niet. Als je niet aan het onderzoek meedoet, dan ben je voor ons een anonieme gebruiker, dan weten we verder niks van je. Dus dan kunnen we je ook niet informeren. Maar we zullen het sowieso op de website zetten van mydiamond.nl. En diegenen die dus bij ons bekend zijn en die meedoen aan het onderzoek, die krijgen van ons ook een berichtje. We moeten zien, dat is natuurlijk gewoon ervarend leren, hoeveel mensen er hier belangstelling voor hebben. Als dit goed loopt, dan is dit natuurlijk voor herhaling vatbaar. En dan zou dit een belangrijke
activiteit kunnen worden, een belangrijke ondersteunende activiteit, met de focus dus op, in dit geval dan niet de technische kant van diabetes, ook superbelangrijk, maar veel Ja. meer de mentale kant van diabetes. Yes. Super tof. Ik denk echt, Frank, weet het, wij hebben Diabetes Plus, maar we zitten in veel besprekingen samen. Dit is voor ons brandstof, want ik voel als geen ander dat het de technische kant, je benoemde hem net al, maar de mentale kant wordt nog steeds zwaar onderschat. En het is niet gek, lieve mensen, als je het af en toe even, of dat het even niet lukt, of dat je af en toe. Dat het wel lukt, maar toch even een steuntje in de rug nodig hebt. Dus dankjewel, Frank, dat je met ons met Diabetes Plus deze sessies wil gaan doen. Ik word een My Diamate Plus, hè, hebben we hem genoemd. Fantastisch mooie samenwerking. Hartstikke graag. Hey, aanmelden. En jongens, het is ook een pilot, dus het is ook voor ons heel spannend. Maar we hebben ervoor gekozen, want die vraag krijgen we nu al: hoezo maar 20 deelnemers? Omdat we ook hopen en juist willen, Frank, dat mensen met elkaar in gesprek gaan. En dat daar ruimte en mogelijkheden voor is. Als we dat met meer mensen in een sessie doen, dan zijn er te veel deelnemers en kunnen we niet op een prettige manier ook jullie vooral aan het woord laten. Want daar gaat het uiteindelijk Nee, om. dat klopt. Hè. En het is belangrijk ook, dat weten we uit groepsgesprekken, dat als de groep te groot wordt, precies wat je zegt, dan wordt het onoverzichtelijk. De bijdrage van een ieder komt niet tot zijn recht. En het is online, kennen we natuurlijk dingen als webinars, waar je honderden mensen bij wijze van spreken kunt aanhaken. Maar dat is dit dus niet. Die webinars moeten we vooral ook doen. Hè. Dat is dan meer zenden en wat ruimte voor vragen. Maar dit is veel meer met elkaar in gesprek gaan. Dus dat, ja, dat vraagt dan een wat kleinere groep. Kleine groep, hartstikke goed. Jongens, op de kalender van diabetesplus.nl komt straks te staan welke avonden het zijn en welke thema's het zijn. Schrijf je daarvoor in, stuur Wietske een mail. Dat is eigenlijk de manier van inschrijven. En weet ook, jongens, 20 deelnemers is max. Dus vol is vol. En wie weet, krijg je ook, hey, ik gebruik de app niet, maar mag ik wel deelnemen? Dat mag zeker. Zolang er plek is en ruimte is, mag je zeker deelnemen. En Frank, dank je wel. Super tof. Wij hebben er zin in ieder geval. Ja, zeker, dankjewel. En nou, fijn dat we dit samen zo kunnen opzetten. En daarmee het ook het thema, het onderwerp, ja, de aandacht geven die het verdient. De mentale impact van type 1 diabetes. Hartstikke Ja. goed. Dankjewel, Frank. Dank voor even in je lunchpauze binnen te komen. En alvast hartelijk dank voor de samenwerking. En jongens, ik kijk uit naar de aanmeldingen die er binnen gaan komen. Ik hoop, laat ik oprecht. Ik ben heel benieuwd of wij hierin gaan voorzien in een behoefte die er bij mensen leeft. Frank, nogmaals, dankjewel. En voor jullie allemaal een hele fijne middag. En kijk dus voor meer informatie op de website van diabetesplus.nl op de kalender. Dankjewel. Oké, Dag jij ook Frank. bedankt. Hoi, hoi. Doeg. Dag.